Hallo ihr Lieben, willkommen in dieser neuen Video. Wir sind hier auf No Man's Land und ich habe so just genug Geld verdient, für die Steenrappen zu können bezahlen. Ich hatte gesagt, dass ich even ein paar Boomjes noch ging umkappen. Het zijn er wel meer geworden als ik had verwacht dat het nodig ging zijn. Ik heb nog anderhalve boom of zo liggen nu. Dat ik al heb omgezaagd. En volgens mij door een glitch dat ik het nou heb. Dan zal ik waarschijnlijk die andere delen ook nog moeten verkopen. Maar... ja, ik wil gewoon nog even terug naar de boerderij voor die trailer af te zetten, maar tegelijkertijd ga ik even al naar stenenrapers en dan kopen we weer menees, hè. Zo, gekocht. Dat was de video. Nee, nog niet. Dus wanneer we de boerderij zijn, even snel de trailer afgooien. En dan zit een trailer in gezet. De steenraper. Gewoon gebruiken. Ik wil eerst ophalen en gebruiken. En we zien dat ik kan. Ik heb het al een paar keer gehad, dat zoals ik een boom omzaag, dat het zo niet zo begint rare vormen te krijgen. Dat je ineens tentakels krijgt en kun je het niet meer zagen. Dat ik al op een eigen save game op Elm Creek had. Met een bosbouwmachine, dat als ik na een tijd, als ik er iets doorzaagde, ging er ineens in de raar uitzien en uitstoot en bewaarde het gewicht, behield met het gewicht als je dan een stuk er kon afzagen. En van ervoor. Dus waarschijnlijk, oh ja, volgens mij toch. Dat heb ik nu toch gemerkt met die boom die dat ik, wat ik daarbij had hier. Zo, enig van de grote nog aan de kant. Ik heb ook daar nog op de zijkant weggehaald. Hè. Voor ze toch nog een beetje terug te hebben. En ik heb ook gemerkt als ik even gaan kijken op OBS dat het geluid wegvalt. Dan moet ik dan nog eens even uitzoeken hoe dat ik dat dan kan. Zo gaat dat niet meer gebeurt. Maar we hebben nu dus 6000 euro over op het moment. Hè. Nou ja, ik had al dingen gezien. Kunnen we daar eventueel, ik besef eigenlijk juist dat we, als we deze stenenraper gekocht hebben, nu gekocht en gebruiken en dan daarna terug verkopen, dat we eigenlijk, dat zinloos is, want dan moeten we het de volgende keer toch terug gebruiken. Zuigmachines. Wat was hem? 7k, ja. Ik moet nu even een paar stukjes hout voor verkopen voordat ik dat kan. Geen met hem. En ik let even niet op en ik zit weer in een boom vast. Hè. Dat heb ik ook wel vaak. Ik wil vaak als je even zo in het winkelmenu ziet, dat je dan ineens tegen een boom zit.
heb ook weer wat aan de settings bezig geweest. Ik had het gevoel dat ik nogal redelijk dichtbij pas inladen, de stenen in branden. Of doet er juist voor de geur heb aangepast. Nu vind ik nog altijd dat ze nog wel redelijk laat inladen, maar zo laat het tenminste niet. En ik kan precies nummer inzoomen. Daar zie ik hem al. En ik kan precies nu inzoomen. Inzoomen op het moment. Jammer. De stenen raper, het lang. Oké, hij werkt dus. Die krijgt die kabels niet aangekoppeld, dus. Ik hoop dat hij niet gewoon. Oh, wacht. Brandstof bijna leeg. Juist. Even een eerste tanken dan. De eerste keer tanken. Hey. €95 aan brandstof. Even terug in de cab kijken. Is dat iets vlees? Dan kunnen we het ook van wat dichterbij zien, dan moeten we niet van zo ver. Want dat is volgens mij. Want dat is, ik neem dit nu op maandag en ik heb de eigenlijk een week nadat de vorige video is opgenomen. En er zijn ondertussen wat bots terug bijgekomen. Dus ik zou wel eens kunnen dat ik niet technisch kan in- en uitzoomen weer met de camera. Dat dat is door een mod van de afgelopen week. Ik
Wat dat wel eens voor een probleem soms kan zorgen. Een gloednieuwe machine, zeg. Dat kost zoveel geld. Even voor de zekerheid nog eens nazien dat niet gewoon in de aanbieding ook stond. Nee, hoef. Dan had ik echt wel pist geweest. Als het dan nu in de aanbieding stond, juist nadat ik het voor 25.000 gekocht heb. Ja. Ook al weet ik niet of dat eigenlijk wel iets van. Want ik heb gehoord dat dat veel duurder is te onderhouden dan eenmaal dat je het, als je het zo tweedehands of gebruikt, koopt. We zullen zien. Ik heb eigenlijk nog niet echt iets gekocht gehad met die same dingen. Hop, even dan nog niet eens met uitklaar. Deze kan ik dus juist bedoelen, van nogal lang duurt voor ze inladen. Nu begint de kleine zo aan de rand te komen. Ook al omdat ik nog wel redelijk ver uitgezoomd ben op het moment. Maar ik heb momenteel geen manier om in te zoomen, precies. Hopla. En nou zou ik dus de rotzooi verzamelen. Die schouw wel even sturen, denk ik. Ik zou gewoon even zwerven. Timelapse zo gezegd starten. Als ik dat niet vergeet om de muziek eronder te zetten, want dat ben ik volgens mij vorige keer vergeten. Oké, okay. Timelapse. Here we go. Wanneer dat ik anders het veld terug ben. Here we go. We'll be right back.
het waren precies wel wat stenen. 886 liter stenen. Kan ik die? Ik weet dat je die stenen kunt verkopen, maar ik weet alleen niet hoe waar. Even doen. Even de 886 liter en stenen verkopen voor een paar eurotjes. Het zal niet veel zijn, maar alle kleine beetjes helpen. Ja. Ik zou eigenlijk wel een snelle trek kunnen gebruiken, maar dat zit er nog niet echt in. Dat hij zich afdraaide. Maar er staan een paar duizend euro extra voor me. Denk ik even een paar uur snel kan. Dat zal ik dan zien. Hè. De
deze kan ik er denk ik plaatsen als ik even 10k ingeef voor dat te plaatsen. Zal ik even snel doen dan. Dus 10.000 pay construction production selling points and yeah. Zetten we in deze gewoon. Waar kunnen we hem zetten dat hij niet in de weg zit? Maar dat hem wel bereikt is natuurlijk. Hè. Not enough money, what? Gewoon hier heb. Voor 10k. Misschien kan dat hier gewoon zo binnenkomen. Hopla. 44 euro. Hopla. Okay, achievement. Je ziet hoe lang ik al bezig ben, hè? 33 minuutjes. Maar dat is natuurlijk grotendeels met die timelapse, dus ik zal nog wel een half uur doorgaan. Zou je misschien wel CO2 moeten verkopen? Hoeveel kost zo'n pallet of supply object hier, big bags, pallets, seed 900. En de andere dingen. Oh, zaad ook. 59 voor 1050. Toen was deze zaad 1000 voor 800.
En in deze was ook 1900 dan weer. Dus ik denk dat het trip option is van zo'n big bag. Niet zo geen pallet of pallet big bag. Hè. En dan gewoon een big bag. Dat is gewoon een grote zak. Voor 800. Dat is een robber. Waar zou ik hem lopen? Hier gewoon. Hup. Hopla. Dan gewoon een kick even. Ik zal even zien of ik nou wel kan slapen omdat er een maatconflict is, want dat is blijkbaar iets wat ik daar volgens het internet een reden kan zijn voor ja, het is nog altijd ergens een en geen hier, dat is trouwens de voorlader dat ik even geld voor heb ingecheat voor de winkel, voordat ik dan zo had te mogen kunnen gebruiken. Met die grote stukken hout dat geglitcht waren dat ik niet meer kon zagen. Had ik daar gekocht even door wat geld in te cheaten. En dan besefte ik, wait a minute, ik heb die lumberjack mod dat ik terug heb aanstaan. Kun je gewoon super strength activeren. Ja. 170 kilo. Maar deze is zonder super strength. Denk ik. Hopla. Ik zal het even vastnemen voordat ze er weer afrollen.
90 kilo. Vorhin ein Stückchen und Pferd, das war nicht drin. Man hätte sowas mit dem Dackern. Nein! How dare you! Nur kopiere ich da unten. 40 minuutjes. Ja, ik denk dat ik het erbij kan afsluiten. Ik begin een beetje krap op tijd te lopen. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende. Adieu!